Ik vind het leuk dat ik sta, want dan kan ik eigenlijk lekker bewegen. En dan komt mijn drukkere imago weer goed tot leven. Hoi! Oké, je bent er net achter. De studie die je eigenlijk leuk vond, vond je toch niet leuk. En je hebt besloten om te gaan switchen van studie. No stress. Ik ga je helpen. Want wat moet je nu allemaal doen? Stap 1 is om eerst even al je docenten en studenten en decanen en mensen die zeg maar betrokken zijn bij je studie te laten weten dat je gaat stoppen, zodat zij er rekening mee kunnen houden. Ook mensen dus in je projectgroepje moet je even laten weten als je gaat stoppen, want dat is wel zo netjes, weet je. Wat je als tweede moet doen is dat je je gaat uitschrijven bij StudieLink. Of, als je aan het eind van het jaar zit, je gewoon niet herinschrijft. Al moet je dat wel nog aangeven dat je je niet gaat herinschrijven, dus dat je een andere studie gaat doen. Dat is ook het punt waar ik nu op kom. Want stel je hebt al een nieuwe studie op het oog, moet je weer opnieuw inschrijven. En dan kan je het beste even het stappenplan van de HvA vervolgen. Die zal ik eventjes hier linken. Als je er nog niet uit bent wat je nou eigenlijk wil gaan studeren, is het belangrijk om te ontdekken wat je nou eigenlijk echt leuk vindt om te doen. En waar je nou eigenlijk wel een studie in zou willen doen. Dus kijk studiegidsen, ga op internet googlen, kijk naar wat interesses zijn van jou, waar echt je passie ligt, wat je altijd al hebt gedaan. Iets wat dicht bij je ligt, waarvan je eigenlijk denkt, dit deed ik eigenlijk altijd al uit mezelf. Dan weet je gewoon zeker dat je een goede keuze gaat maken als je dan vervolgens iets kiest wat je altijd al deed. En natuurlijk als je je daar een beetje in wil verdiepen of dat een beetje dezelfde richting is. En dan schrijf je je dus in. Dat is het allerbelangrijkste. En stel je komt er pas na 1 mei achter, dus na de inschrijfdeadline van goh, ik vind mijn studie toch niet echt leuk. Schrijf je dan alsnog in voor een andere studie die je wel leuk vindt. Of neem gewoon even een tussenjaar om te bedenken waar jouw passies nou echt liggen. Als je je wel nog na 1 mei inschrijft, dan kan dat gewoon. Alleen de studiekeuzecheck is bindend. En sommige studies die hebben loting of die hebben met een motivatie, dus dan wordt het sowieso al lastig. Dus, kom weer tot rust. Niks aan de hand. Studie switchen, geen probleem. That was them. Wil je weten waarom ik ben geswitcht en hoe dat is gegaan? Dan kan je hier kijken en daarboven kan je abonneren. En ja, ik heb dus gezegd dat ik ga stoppen met Toodles. Dus ik ga weer mijn nieuwe outro doen en dat is dit.